Voetbalsupporters worden vaak geassocieerd met geweld en vandalisme. Maar dat het ook anders kan, bewijst de supportersvereniging FCZ Tifosi. Leden van de vereniging organiseerden donderdagavond een spandoekenavond in het supporterscafé. Ze willen met hun acties de spelers van FC Zwolle een hart onder de riem steken. Nou, er is de laatste tijd natuurlijk veel negativiteit geweest rondom de club. En wij proberen eigenlijk gewoon zoveel mogelijk positieve sfeer in het stadion te krijgen. Kom je er ooit wel eens vanaf trouwens dan? Van die rottigheid? Nou, dat blijft moeilijk. Het is natuurlijk makkelijk om met negativiteit mee te doen. Maar wij proberen gewoon zoveel mogelijk mensen ons te laten helpen. Of ons te volgen met positiviteit. En rottigheid zal er altijd wel blijven. Maar wij hopen dat door onze acties zoveel mogelijk gewoon uit te bannen, zeg maar. Dennis van der Wal is verdediger bij FC Zwolle. En verft samen met medespelers mee aan de spandoeken. Het is voor hen heel belangrijk om positieve steun van de fans te krijgen. Ja, oké. Thank you. No. Ja, je krijgt gewoon meer energie door, dus ik denk dat het heel belangrijk is. Het is soms ook wel de 12e man wordt het genoemd, hè, het stadion, ja. Het publiek. Klopt, ja. Ja, dat zijn ze ook inderdaad. Ik denk in thuiswedstrijden, als ze er echt achter gaan staan, dan merk je echt dat er wat loskomt. Dus dat is wel belangrijk. Alle kleuren staan er op de verftafel, maar natuurlijk is blauw de belangrijkste. Er zijn veel diehard supporters op de spandoekenavond afgekomen. Ik kreeg een berichtje via huis dat ik of ik mee wil helpen om banderies te maken. En daar geef ik graag gehoor aan om Tifosi even een handje te helpen met de leuke sfeer. Vind je het leuk om te doen? Ja, ik vind het leuk om te doen, ja. Want je zit hier gewoon voor de spelers om mooi te schilderen, zeg maar. FC Zwolle voor Life staat erachter op je shirt. Ja, heb ik erop laten zetten omdat het zo is. Ja, je bent nu bezig met de spandoeken hier. Waarom eigenlijk? Ja, voor een positieve sfeer in het stadion. Waarom is dat belangrijk voor jou? Ja, wij hebben het gevoel dat de club beter gaat spelen. Ja, zie je ook wel verschil tussen de spandoeken van de tegenstander? Ja, wat ik zo zie, hebben wij redelijk unieke spandoeken. Ja, er zit een hele mooie bij. Ja, zeker. Je hebt ook een lieftallig logootje, zie ik. Ja, dat is echt liefjes, ja. FCZ Tifosi heeft nog plannen voor een grote vuurwerkshow eind april.